De zesde editie van Crazy Cross. We hebben, ik denk, wel bijna een record aantal bezoekers, een record aantal deelnemers. Dit evenement wordt georganiseerd door acht personen en uiteindelijk een hele hoop vrijwilligers. Ik kom eigenlijk om te kijken naar mijn tante, die is hier aan het rijden. Van Team Boxer High. In een jaar komen we hier al kijken. En hoe vind je dit spektakel? Ik vind het prachtig. Twee van mijn kleinkinderen doen mee, ik vind het geweldig. En waar rijden die in? Wat zegt u? Waar rijden die in? In de luierklasse. Motor? Op de motor, ja. Nou, we hebben ruim 300 deelnemers zijn dit jaar de baan begaan. Een nieuw record. En bij de kleintjes een dikke 60, brommers 35, auto's 60. Dus het kan gewoon niet op. Echt geweldig. Lukt. Kom je speciaal voor iemand of zo? Ja, mijn zwager doet mee en die stond daar net vast. Dus ik dacht, ga ik eens even vastleggen hoe ze weer aangeduwd worden. Dus het gaat niet zo goed af? Deze ronde niet, nee. Jullie lijken me echt een paar specialisten hier. Ja, ze zijn ook heel slechte rijders. Hè? Dus, Voor de eerste keer hier op de Rinnekels? Eerste keer, ja. En? Voor herhaling vatbaar? We proberen al jaren, hè, maar het lukt niet altijd. Hè? Waarom niet? Als vrouw maar. Andere dingen eerst. Hè? Daar hebben we nou echt tijd voor andere gemaakt. Andere verplichtingen. Hè? Je komt er niet voor iemand speciaals die meer rijdt? Nee, we kennen eigenlijk niemand hier. Dus toch niemand die wat ik weet. Hè? Nou, misschien volgend jaar zelf meer rijden. Ja. Dat is nog een droom van jou, hè? Pak met jouw auto. Ja. Está
staan hier bij de truck van Team Tilburgs Trucks & Parts, die afgelopen jaar voor de eerste keer deelgenomen heeft aan de Dakar en hem meteen uitgereden heeft. Er zijn mensen die een prijsvraag gewonnen hebben en die hebben vandaag een onvergetelijke ervaring gehad met met in de truck om over het parcours hier te gaan met Frank Tilburgs erin. Dus. Een leuk evenement hier. Het lijkt niet echt op Dakar. Ze hebben hier een hartstikke mooi circuitje neergelegd en het is leuk om een keer rond te rijden. Maar Dakar is toch heel iets anders om mee de vrachtwagen te rijden als de Crazy Cross. Het is allemaal veel langere afstanden, hogere snelheden. Maar het is wel hartstikke leuk om hier te zijn en een rondje te mogen rijden met de prijswinnaars. We staan hier bij de twee winnaars van de loterij. Heren, schrik? Nou ja, schrik. Toch wel spannend om een keer in zo'n wagen mee rond te gaan natuurlijk. Ik ben wel benieuwd dat je een beetje het gas in durft te drukken dadelijk als Frankie. Een onlootje in zo'n truck gezeten? Nee, in zo'n winnen niet. Nee. Maar ik denk dat het een hele ervaring zal zijn dadelijk. Wel mooi. De veiligheidseisen. We hebben deze week alles te werk gesteld om aan onze vergunning te voldoen. En het is een hels kawaai geweest om het voor elkaar te krijgen, maar dankzij al onze vrijwilligers die wij hier op ons evenement hebben, hebben we toch voor elkaar gekregen om te voldoen aan de veiligheidseisen die in onze vergunning staan. Dames, dit was de eerste maal hier op de Crazy Cross? Nee, wij gaan eigenlijk elk jaar. Ja, het is keigezellig. En, kom je voor iemand speciaal? Nou, op het moment nog niet. Misschien Nicky. Ja, daar rijden ze veel bekenden mee, maar wij komen eigenlijk altijd wel kijken. We hebben dit jaar een baan die ruim 200 meter langer is dan vorig jaar, 750 meter. En we hebben niet zo'n hoge springbult erin gemaakt, maar een aantal kleinere springbulten. Een diep gat van ruim 2,5 meter diep, waar auto's, motors, brommers, alles erin gaat. En we hebben een schuimbak, een bak met banden, een waterbak. Ja, je kunt het eigenlijk niet opnoemen, het ligt er allemaal in.
Brilly Klop? Ja, de eerste keer dat we hier zijn. En hoe vind je dit spektakel? Super. Het is alleen een beetje jammer van het weer, maar... Nou, de regenbuien hebben het parcours er wel mooi bijgelegd, dus dik in orde hier. Lijkt me niet alleen toeschouwer. Nee, we doen mee, hè. We zijn tweeën. We zijn 10 jongens en 3 eigenlijk. En waar rij je in? Mee de crazy klasse, met een racemotor. Ja. En valt mee? Ja, het is nou nat, hè. We glijden alle kanten op, maar het gaat goed. Hier ook een paar gasten gehad. Etienne Baks met Robbie Baks, wereldkampioen 2015 van de zijspan. Die is hier vandaag over de baan geweest. We hebben Frank Tilburgs eerste keer afgelopen jaar in Dakar meegereden. Met Tilburgs Trucks & Parts. Een aantal activiteiten buiten ons cross-evenement. En daar staat de springkust, is een mini-quadbaan. We hebben dit jaar een auto neergezet waar kinderen allemaal maken, de auto mogen beschilderen, kleurplaten maken. Je kunt het eigenlijk niet opnoemen, het is er gewoon gelijk. Het is een evenement voor jong en oud en dan moeten we ook zorgen dat er voor iedereen wel iets aanwezig is, dat ze hier blijven.
Heb je al meer gereden met zo'n quad? Ja, al 5 keer. En, leuke ervaring? Ja, ik vind het wel mooi. Een beetje gas geven. Wanneer ga je meer met het op het circuit rijden? Nee, dat denk ik niet. Ik doe gewoon een beetje voor de lol. We hadden gisteren Aprilfest met dresscode, crosskleding. Alle Sanne on stage, Otto Jagerveld, Vet en Jelle B. hadden we. En die hebben er hier een knalfeest van gemaakt. En onze feesttent die zat voor 80, tussen 80 en 90% gevuld. En het was echt, het was gewoon een goed feest. Goed georganiseerd, lekker vol. En er is voldoende gedronken. Thank you.